2010 hebben we afgesproken hoe het pakket eruit zou zien in twee fases. We hebben nu geëvalueerd, unaniem stellen we vast, dat alle afspraken die gemaakt zijn met de luchthaven zijn nagekomen. Op het punt van duurzaamheid, op het punt van hinderbeperking. Dus iedereen heeft zich keurig aan de afspraken gehouden. Dus fase 2 kan in werking treden. Fase 2 bestaat uit 15.000 vliegbewegingen. Daar waren destijds bij die tweede fase hebben de omliggende gemeenten kanttekening geplaatst, BOW en BMF. En het is jammer dat we elkaar niet hebben kunnen vinden. Ook de omliggende gemeenten geven aan dat er een heleboel wensen van hen gehonoreerd zijn. Maar dat ze precies die laatste stap niet kunnen zetten. En dat is op het grensvlak van de balans tussen de omgeving en de economie. Waar zij vooral mee zitten is vluchten op zondag voor 8 uur 's ochtends en vluchten na 11 uur 's avonds. Het zijn er nu 3, misschien 4. Maar ze zeggen van dat echt niet verder uitbreiden, want dat gaat ten koste van onze nachtrust. Eén is, iedereen is destijds akkoord gegaan met openstelling van 7 uur 's morgens tot 11 uur en voor de homecare tot 12 uur. De maatschappijen die hier een basis hebben. Ja. Dus die 7 uur 's ochtends, dat maakte altijd al onderdeel van de afspraak uit. Desalniettemin stellen we nu voor om op zondagochtend alleen de homecarrier in staat te stellen om heel gematigd te beginnen op die zondagochtend. Dus daar zit al een tegemoetkoming. Voor 's avonds tussen 11 en 12 houden we vast aan de 4 die we kenden uit de fase 1. 4 gemiddeld op jaarbasis, iets aan flexibiliteit dat je in de zomer iets meer en in de winter iets minder. Met daarbij de kanttekening dat alleen gepland kan worden tot 11:30 s'avonds. Dus daar zit een beperking in. Ook daarin hebben we dus een voorstel gedaan wat een evenwicht inhoudt met de omgeving. Het is jammer dat de regiogemeenten dat niet kunnen accepteren. Want de eis die zij stellen, die gaat ten koste van de business case. Zowel van de luchthaven als van de homecarrier. En dat is een stap te ver. Nu denken veel mensen, ja, Aldestafel, leuk en aardig, maar Eindhoven groeit en de overnast neemt alleen maar toe. Is het niet een wassen neus? Nee, want kijk, dat als je meer vliegt, er ook meer hinder is, heb ik nooit enig misverstand over laten bestaan. Je moet het zo goed mogelijk inplannen, je moet het zo goed mogelijk organiseren. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. Maar als je meer gaat vliegen, zullen er ook mensen overlast hebben. En die overlast kan niet weggewoven worden. Daar moet je serieus aandacht aan besteden. Pijnpunt blijft natuurlijk die zondagochtend voor 8 en vluchten na 11. Wat denkt u, wat gaat de Kamer daarmee doen? Nou ja, ik adviseer de Kamer om het advies over te nemen. Omdat ik denk dat het aan alle kanten goed onderbouwd is en goed afgewogen is. Dat het evenwicht tussen de omgeving en de economische betekenis van de luchthaven, dat die erin zit. Maar het is inderdaad waar, als de regio het niet eens kan worden, dan ligt het eindoordeel op nationaal niveau en daar gaat het nu naartoe. Dan wordt het toch de Tweede Kamer? Dan wordt het uiteindelijk de Tweede Kamer. Ik heb dat regio voorgehouden. Ik denk altijd dat je beter als regio kunt zeggen, dit vinden wij. Daar is men gezamenlijk niet toe in staat geweest. En dus hebben ze zelf besloten om het eindoordeel in Den Haag neer te leggen.